vanavond in de hoofdrol. Erika Terpstra. Ongelooflijk dit. Ongelooflijk. Dit is ongelooflijk. Ja, ja, ja. Geniet er maar lekker. En we hebben er nog één voor je. Hij was er op het nippertje. Hij wil niet ontbreken. Ja, Henny Huisman. Ik moet even uitleggen waarvoor ik ze kon brengen natuurlijk. We hebben ooit het programma gedaan voor de Nederlandse Hartstichting. Toen werd dat de Sterren Playback Show. En toen moest ze een artiest gaan nadoen. Ja, dat vond ik zo eng. Maar er was één probleem. Ze mocht zelf uitkiezen wie ze het na ging doen. En toen wilde ze Twicky doen. En toen zei ik, nou, is dat wel wat voor je dan, hè? En meteen voelde ze wat ik bedoelde. En toen zei ze, mama Kerst, bedoel je dat dan misschien? Ze, nou, dat hoeft ook niet, maar Ellen's een mooie, dat zou dan echt mooi zijn met een mooie donkere jurk. Maar gedraag je op de bank. En dat is helemaal goed gekomen. Dat je ook toen weer meedeed. En weer geen nee durf te zeggen. Ja. Alsjeblieft. Fantastisch, dank je wel. Dank je, Henny. En weer heel veel succes met alle volgende uitzendingen. Deze bij je houden of ook naar Plooi. Ja, oké. In 77, ja, we gaan maar weer even nog bij die politiek. Kom jij in de Tweede Kamer. En er is een man. Want wij gaan je verder geen pluim op je hoed steken. Ik weet trouwens niet of hij het ook doet. Maar die je voor het eerst daar binnen zag komen en je al die jaren natuurlijk trouw heeft gevolgd. Wie anders, lieve Erika, dan is hier de commissaris. Hey, dat je gekomen bent. Mies heeft het al gezegd, in 1977 kwam hij erin. Weet je zelf nog wat er toen tijdens de eerste fractievergadering gebeurde? Ik hield dat hamertje vast. Toen heb ik nog iets tegen je gezegd. Ik was zo overdonderd. Weet je wat ik toen tegen je gezegd heb? Het is de eerste keer, want jij stond op de 28e plaats en kreeg 28 zetels. En dan heb ik tegen je gezegd, dit is de eerste keer in haar leven dat Erika Terpstra als laatste aankomt. Ja. Uitgekomen, hè? Ja. Nou, ik heb het natuurlijk ook allemaal gevolgd. En ik denk dat als de mensen het straks zo meteen thuis zien, dan zien ze ook meteen zoals je het ook altijd in die politiek hebt gedaan en zoals je het doet. Hè. Politiek moet je met je verstand bedrijven, maar ook met je hart. En jij bent één van die politici aan wie iedereen kan zien dat hij die politiek met zijn hart en uit zijn hart bedrijft. En ik denk dat de VVD geweldig veel aan je heeft en dat vooral de mensen voor wie je werkt en voor wie je altijd zo vreselijk je best doet, dat die allemaal willen blijven, dat je dat willen, dat je dat nog heel lang blijft doen. En ik heb ook nog een cadeautje voor de. Kijk, het was warm. Af en toe komt ze ook eens in Friesland. Dat is één. Prachtige, prachtige provincie. Twee is dat, en dat weten we natuurlijk ook als we dat zo zien op de televisie, als ze bij de opening van de Staten-Generaal, dan ziet ze altijd fantastisch uit. En Erika heeft altijd van die geweldige mooie blouses aan. Weten jullie wel? Ik heb een blouse voor je bij. Nee. Ja. Zal ik het geven? Even maar, Hans. Lieve Erika, omringd door je vrienden, was dit jouw hoofdrol? Bedankt. Zo mooi. Ja.